In alle sporten worden we momenteel rond de oren geslagen met de finales van de Beker van België. Zo ook in het jeugdvrouwenvoetbal, waar op de terreinen van Zandhoven afgelopen weekend de finales van de U13 en U16 op het programma stonden. Doordat de organisatie besliste van deze beide op hetzelfde tijdstip te laten spelen, konden wij ons alleen maar toespitsen op één leeftijdscategorie, met name de U16. We namen een kijkje bij de finale tussen Standaard en Anderlecht, waar we een slappe finale voorgeschoteld kregen, die in de slotminuten gewonnen werd door Standaard met 0-1. De strijd om de derde en de vierde plaats, daarin werden we wel verwend, want daar stond Antwerp en Club Brugge tegenover elkaar. Deze laatste werd in de halve finale met 1-0 gewipt door Anderlecht, maar is misschien wel de best voetballende ploeg van België. Dat werd ook al snel duidelijk in deze wedstrijd, waarin Antwerp meteen bij de keel gegrepen werd en die niet meer zou losgelaten worden gedurende 70 minuten. Einduitslag Antwerp-Club Brugge 0-6. Beide teams konden leven met dit resultaat, want voor Antwerp was het al een hele verrassing dat zij hier stonden en Club Brugge sluit zo een uitstekend seizoen af. Ja, Club Brugge was natuurlijk wel sterker en veel beter al qua voetballend en tactiek en ook qua duel. En ja, we hebben ons best proberen te doen om hier toch iets qua voetballend iets op het veld terecht te zetten. Ja, al bij al wel. We hadden eigenlijk niet verwacht dat we zo gemakkelijk gingen winnen, maar al bij al is het goed meegevallen en hebben we hier makkelijk kunnen winnen. Dus ja, dat is mooi. 6-0, vooral het eerste doelpunt, zal ik zeggen, dat was een beauty, hè? Ja. Loes Klinkmali, onze kapitein. We hebben haar al vaak gezegd dat ze van ver moest shotten en is ze vandaag uitstekend gedaan, dus dat was mooi. Tegen Standaard in een halve finale, 7-1 verloren, vandaag 6-0 tegen Brugge. Ik mag zeggen, mijn meisjes zijn eigenlijk te zwak voor deze te doen. Het is eigenlijk aan de stunt dat we hier staan, dat we gewonnen hebben tegen Biezen. Dat was al een grote overwinning, maar vandaag het was heel moeilijk. En ik wist op voorhand dat we heel moeilijk gingen moesten voetballen. Dat we heel verdediging moesten spelen en juist met 11 geraakt. Proberen meisjes te zoeken, dat is het eigenlijk niet wat eigenlijk moet zijn. Eigenlijk. Ja, we hebben de wedstrijd van begin tot einde kunnen domineren. Waar het ons in de vorige wedstrijden aan efficiëntie ontbrak, lukt het nu wel. En al van vroeg in de wedstrijd. Dus voor de meisjes vind ik het wel zeer positief om met een mooi resultaat het seizoen te kunnen eindigen.